Jodapgassen van Boogschipper Blaze. Wij zijn hier weer met ons vierde deel van MC Survival Island. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Ik in ieder geval wel. Ik ben samen weer met Twan van Fnatic Gaming. En ja, we gaan gewoon weer verder. We gaan deze keer wat meer doen op het eiland. Want Twan die had het erover om het huis uit te breiden. En ik wou graag wat zaadjes planten, want we hebben natuurlijk wel eten nodig. Dus dat gaan we even doen. Ja, Twan, had jij nog bones toevallig? Die had jij toch? Ik had twee bones. Ik heb ze hier bij mij. Ik douse wel in het chest. Oh, zo. Ja, thanks. Zo, dat zijn twee bones, want dan kunnen we onze bone meal sneller laten groeien. En dan, ja, dan kunnen we lekker sneller eten, want ik heb best wel honger. Ja, dus, klopt. Dus, 1, 2, 3, 4. 1, 2, en het zijn op. Oké, groei allemaal. Ik hou van jullie groei. Ik ga ook eventjes mijn sugarcane shizzle manizzle uitbreiden. Twan, wat kan ik met sugarcane? Suiker. En met suiker kun je cake of potions, een deel. Oh, kun je daar cake van maken, joh? Voor mij wel. Nou, dat is wel vet. Oh, jeez, ook nog bloemetjes. Wat leuk allemaal. Daar hebben we wel koeien nodig. Koeien, ja. Ja, ik denk... Kijk eens, ik denk omdat hier geen dieren spawnen. Dat ik wel eventjes sowieso... Een schaap of een, in ieder geval... Of een koe of een... Ja, in ieder geval gewoon een koe. Gewoon twee koeien. Ja, gewoon twee koeien. Nee, gewoon ja, twee koeien en twee varkens, denk ik. Nee, ja. Nou, jawel. Twee koeien en twee varkens mag spannen. Ik mag verder niks spannen. Maar dat ga ik jullie... Jullie mogen nu zien dat ik niet stiekem meer span. Dus ik doe het samen met jullie. Game mode 1. En dan spannen wij eventjes snel hier twee koeien en twee varkens. Puur omdat het anders op dit eiland natuurlijk niet te doen is. En ik wel wat wil overleven. Dus we gaan even een twee better 38's... spannen. Creeper, skeleton, ik weet die al die dingen nog niet. Godspin, waar zit dat ding? Schaap, oh koe. En een roze is een vark, toch? Ja, ja volgens mij wel. Oké, 1, 2, hoi koe. En 1, 2. Jee. Oké, dan vliegen we heel ver weg en dan vloep, vloep. Dan vliegen we weer terug. Jompidompidompidomp. Slash game mode 0. En dan gaan we dat nooit weer doen. We hebben nu twee koeien, twee varkens. Dat vind ik wel awesome. Want die kunnen we natuurlijk met elkaar laten neuken, vrijen. En ja, Twan gaat nu het huis uitbreiden. En ik zie dat er al best wel dat er al één ding van het eten klaar is. Tenminste, volgens mij wel. Ja, denk ik ja, ook. Ja, volgens mij. Oh nee, toch was het nou wel of niet zo? Ik ga even onder water kijken. Nee, toch niet zo. Wat een faal. Wat een faalactie. Ik ga eerst even al die bomen weghalen. Oh, yes. Hoe lok je ook alweer een varken? Waar doe je dat? Met seeds of zo? Nee. Nee, nee varken. Wortels. Ja, varken. En die hebben niet, maar die kunnen zombies spawnen. Ja, dus daar gaan we wel een keertje naar op zoek. Nou, in ieder geval droppen die. Heb jij nog... ik ga denk ik even zelf me plegen, want mijn voet is bijna op. Ik heb nog wel 8 rotte fles. Oh, maar ik pleeg gewoon zelfmoord. Want ja, het is misschien wel heel laf, maar ja, we moeten toch wel een beetje... kunnen overleven op het eiland. En aangezien we nog niet voldoende voorraden hebben om een koe en om een varken te laten, of een koe en een koe te laten liefde bedrijven, de liefde laten bedrijven, dan kunnen we nog niet voldoende eten en gaan we een beetje dood. Dus yes, ik ben dood. Respawn, thank you. Yo, oh, jij bent echt, je hebt het hele huis weggehaald volgens mij. Ja, tuurlijk. Dat is best wel fraai. Oké, wacht, ik doe even wat nieuwe, ik doe even wat zand erin, dan kunnen we straks glas. Ja, dat is goed. Ik pak eventjes de emmer en eventjes mijn ijzeren shovel, want daar voel ik me wel heel erg blij mee. Oké, dubbele deur natuurlijk, hè? Tuurlijk, altijd dubbele deur. Always. Deze. Ik ga eventjes wat sticks en eventjes een iron ding maken, een iron... Oké, ik heb nog... Oh ja, is goed. Ik heb een diamond sword gemaakt, vorige aflevering nog. Oh ja, ja dat wisten wij wel hoor. Hoef je niet te denken dat wij nu denken dat jij dat allemaal gecheat hebt. Ook al, maar Twan weet je het maar nooit. Nee, maar ik had ziek veel diamonds gevonden. Ja, we hebben best wel veel wood, want het is zo'n megaboom met allemaal verschillende logs erin. Oh ja, vet irritant vind ik dat. Ja, is het ook, maar eigenlijk op zo'n Survival Island is het wel een mooi meepakketje. Want dan kunnen we weer aardig wat wood. Want normaal wil ik bomen altijd weg hebben, maar op dit moment wil ik ze niet weg hebben. Ik wil ze graag. Want ik heb nu alweer, ik heb nu al 12 voet. Ik heb mijn huis zo lelijk gemaakt, nou dit huis zo lelijk gedaan, dat het niet uitkomt en dat de deuren dan scheef komen te zitten. Is dat erg?
Nou ja, nee, wacht. Ik kan een soort van tuintje eromheen maken dat het niet echt opvalt. Mij interesseert het niet zo heel veel. Oké, oh, oké. Okay. Dan is het goed. Want ja, dit huis is een beetje voor nu. Want als we echt een beetje luxury stuff hebben, zoals ik al maar moet noemen, dan gaan we het nog veel en veel mooier maken. Dus no props. Oké. Okay. Oh, jeez. We hebben best wel. Ik heb al best wel heel veel wood. Oké, ik ben in ieder geval de ramen en gedeeltes aan het inzetten. Oké, okay, nice. Oké. Dat moet wel lukken zo. Zo, oh jeez, we hebben echt veel wood dit moment. Oké, okay, en anders. Ik wou niet. Hier aan de zijkant had ik ruimte overgelaten voor pilaren of zo. Ik weet niet of je die van raw wil, ja. Wood wil doen. Ja, dan moeten we eventjes. Ja, mij maakt niet zoveel uit, maar ik moet eerst even deze boom even weghalen. Anders hebben we een beetje. Heel veel verschillende shit. En die boom moet wel weg, want anders kunnen we geen nieuwe boom plaatsen. Oké. Okay. Het is echt vies. Dan ga ik ondertussen. Ga ik ondertussen even. Een beetje een dak straks maken. Alles goed. Want dat is wel mooi, dan hebben we geen last van de regen. Nee, inderdaad, dat is wel. Oh, ik heb echt heel veel wood. Dus en ik ga deze boom ook gelijk weghalen. Mijn iron pickaxe is kapot. Oh, dat is niet zo fijn. Mag je wel een nieuwe maken? Hoor. Ja, oké. Okay. Oké, we hebben meer dan 2 stack van wood. Ja, het huis is inderdaad, het klopt helemaal niks van. Nee, maar ach ja, dat is. Ach, ja. Komt wel. Komt wel. Ik maak 2 iron. Nee, ik maak 2. Ja, we maken 2 iron shovels. Want we moeten eventjes het zand. We gaan het eiland vlak maken. En ik weet dat je daar bekend mee bent, want we hebben het al een keer eerder opgenomen, maar toen ging alles mis. En toen stond de microfoon allemaal niet goed en toen hadden we dat ook allemaal al gedaan. Maar gelukkig had ik een backup en toen hebben we dat allemaal gefixt. Twan, hier is een shovel. Daar zo. Oké, dank u. Ja. Ik maak nog even heel snel een beetje dit af. Ja, is goed, want we hebben best wel veel. We moeten die het eiland wel een beetje vlak hebben, want dan heb je veel meer ruimte. Is dit beter zo bij de ingang? Oh, wacht, ik weet wel wat. Ik heb een idee. Oh, mij maakt echt niet uit, toch? Zo, dat is gewoon luxe, je weet zelf. Ja, ja, ja. Gewoon zo'n epische villa deurachtig iets. En ik pleur de mijne. Waar zijn mijn varkens? Oh, daar is 1 varken. Waar is het andere varken? Varken! Oh, daar. Laat hem niet gedespawned zijn. Nee, ik wou net zeggen. Gebeurt dat dan, dat ze despawnen? Kan wel. Volgens mij, als je er zoveel bloks vandaan bent, dan kunnen ze despawnen. Tenzij we even een. Wacht, ik kan wel even een cobblestone fence maken. Ja, is goed. Als je dat wil doen, dan kunnen we ze opsluiten. Zo, zo. Ik maak heel. Ik ben echt druk bezig met dat eiland. Want dat eiland moet wel vlak. Oké, dan maak ik even ondertussen een farm. En die zombie is zo fucked up dom. Er staat 1 deur open en dan gaat hij die andere proberen het open te breken. Oh, jeez. Er zit een zombie met een shovel, man. Om Diamond Sword in actie. Zo, die is dood. Waar moet ik even die farm gaan maken? Hier ook? Ja, maar mij. Ja. Waar het makkelijk zeg maar is. Waar het al een beetje vlak is. En... Kom op, varken ding. Ga er alvast in. Ga er please in. Doe hem er gewoon in. Ja, hij wil niet meewerken. Log. Ja, toch wel? Oké, blijf erin hè. Oh. Lol, ik val met uitmeten. Ja, dat zie ik aan mijn huis. Een grapje. Ja. Oh, nee toch. Oh, wacht. Dit is echt een groot eiland. Ja, best wel. Als je het zo helemaal uitmeet. Nou, uitmeet. Als je het helemaal zo ziet als het vlak is. Ja, we moeten ook even wat dirt fixen. Want dan kunnen we de bomen, de tree farm, even wat bigger maken. Ja, is goed. Dan ga ik al even een improvisatietrap maken. Ja, is goed. Dat we even omhoog kunnen. Ja. In het huis, oké. Okay. Op zich is het huis niet lelijk ofzo. Nee, het is helemaal niet heel lelijk hoor. Het maakt mij ook helemaal niks uit. Maar beter ga je even helpen om weer het eiland vlak te maken. Ik ben al bezig. Oh, nice. Want dan kunnen we eventjes snel... Nee, ik heb heel veel ruimte en dan is alles een beetje te overzien. Hier zit heel veel dirt. En dan kunnen we mooi gebruiken om dat ding weer uit te breiden. Yo. Oh shit, mijn shovel is kapot. Maar niet, ik heb hem nog. Ik ben nog aan het hakken, soort van. We hebben in ieder geval 1 varken opgesloten. Ja, beter.
Ik maak even snel een nieuwe shovel. Thanks. Oké, yo. Dit gaat best wel heel snel. Ja, inderdaad. Wacht, ik was nog even... Dit wou ik nog even doen. Oh, die cactussen. Ja. Ja, ik had het even op een manier gedaan. Waardoor ze allemaal groeien, maar wel gewoon dicht bij elkaar staan. Ja, ja, ik ken die. Ja, zo. Ik snap nog steeds, waar zijn cactussen nuttig voor? Ja, een beetje voor potions of zo, toch? Nee, het voor dye. Voor groene dye. Oh, alleen voor dat. En voor traps kun je ze vet handig gebruiken. Ja, maar het irritante is als die koeien hier straks tegenaan lopen. Of als zo'n varken. Ja, dan moeten we eventjes... Want waar is dat ding? Want anders gaat hij straks dood. Waar is dat andere koe ding? Ik weet niet waar die andere koe... Oh, het eiland... Oh, jeez. Oh, daar! Oh. Zit hij erin? In de mine? Ja. Oh, dat is niet zo slim. Nee, dan moeten we... Als dat wiet nou gaat groeien... Ja, nou, we hebben één wiet zit toch in de chest wel. Ik denk, eerlijk gezegd... Dat we ongeveer wel... Hoe lang bezig zijn? 10 minuten? Ik denk al wel 10 minuten, ja. Dus ja, kijkers, jullie weten wat dat betekent. Misschien is het 10 minuten, misschien is het wat langer, misschien is het wat korter, I don't know. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien. Vergeet niet op de groene duim te klikken. Want daar motiveer je mij enorm mee. Check Twan's kanaal ook even, Fnatic Gaming. Mijn kanaal weten jullie zo onderhand wel. Dat is namelijk Dutch Game Platform. Vond je... Ja, nou... Ja, ik wou eigenlijk weer hetzelfde zeggen, maar laat een leuke comment achter als je er zin in hebt. En dan zien we jullie allemaal het volgende deel weer. Alleen zonder Twan. Dus Twan, ik bedank jou voor al je hulp. Ik vond het echt super gaaf dat je mij zo hebt geholpen met die diamonds en alles. En dan, ik vind het ook leuk. Ja, toch. En misschien dat we jou ooit nog een keer weer zien. Ik heb in ieder geval een afspraak met jou gemaakt. Als er potions nodig zijn, dan bel ik jou gewoon weer op. Dan ga jij mij gewoon weer meehelpen. Jo, dus, is goed. Ja, nou Twan, geef een laatste reclamespot eigenlijk. Dat wil ik wel zien. Oké. Ik ga even een dikke reclame in. Laat maar. Oké, abonneer op Fnatic Gaming. Ja, nou dat was een kort en krachtig. En de koe komt eruit. Dus dat is een teken dat het einde van deze video is aangekomen. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer. Ik zeg later.